Wat ga je precies doen morgen? Ik ga in Ede optreden. In Cultura. Dat is een theater. En het is mijn eerste optreden in een grote zaal. Zo, je hebt toch al vaker in een grote... Nee, maar dit is echt een theaterzaal waar 240 mensen kunnen zitten. En ik geloof dat er tot nu toe 15 kaartjes verkocht zijn. Dus het wordt een hele grote zaal met waarschijnlijk heel weinig mensen. En die vrouw heeft mij gezien in het programma op tv. Wat voor programma dan? Ik ben alleen. Wie is er om ja tegen me te zeggen? Wie is er om te helpen? Ik wil een zon maken in de nacht. Ja, het was alleen een refreintje. Ja, maar mooi. Hoi. Een zon in de nacht. Nou, ik maak me geen zorgen over de hoeveelheid publiek. En dat mijn vader komt misschien een beetje. Dus ik maak me meer zorgen over dat mijn vader komt. Ja, hij is vaak bang dat er iets misgaat bij mijn optreden. Dat de mensen er doorheen gaan praten of zo. Was je maar op dit schip waar ik alleen ben en me ongelukkig voel. Ik zie lopen in je vuile broek met het overhemd slordig eruit. Ik zie ergens voor een toonbank koffie drinken. Ergens voor een toonbank koffie drinken. Waarom ben kijk uit met oversteken, maar in angst verdrink ik. Naar de Witte Maan en de matrozen. Ja, zo is het goed. Hier gaat het gebeuren, niet Jesse? Dat is Cultura. Oké. Daar gaat het gebeuren. 20 mensen op zijn minst, toch? 20. Van de 240 plekken. Hallo, hier is Jesse Dorrestein. Ja, ik ga de deur openmaken. Oké. Okay. Maar 50 mensen in de zaal. Ja. Oh. Wij dachten dat de hele grote zaal open ging. Ja, dat kan ook, maar... Dat is een beetje overdreven, maar dat zou eventueel kunnen. Dat zou niet kunnen. Kijk, ja.
Als je maar op dit schip waar ik alleen ben. Best een aantal andere nummers die hij had kunnen doen, die hij niet heeft gedaan. Het was ook wel heel gespannen. Ja, ja. Ja, ik heb je nog nooit zo in de spotlight gezien met zulke goed geluid. En dat maakt het echt stukken mooier dan anders. Vorige keer was het toch bij die boekenpresentatie en zo. Geen hond luisterde ja, en zo. Precies. Maar daarom leer je ook om in zo'n zaal overeind te blijven. Snap je? Want dit was niet ik vind het makkelijker als doorheen praten ja, als het doodstil zijn. Je merkwaardige wijze was je daar steviger dan hier. Maar ik begreep dat heel goed. Want moet je horen, ten eerste komt er nog bij dat het Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur.